Goedemorgen iedereen, goedemiddag. Vandaag is weer een interview met Albert, heel goed zien. Hoi. Nou, vandaag wordt het echt een hele leuke interview. Oh. En ik ga een paar vragen stellen over de Ekeland en in de groenploeg. Oké. Wat doe jij allemaal bij de Ekeland en bij de groenploeg? Onder andere jouw beste. Nee, wij doen allemaal dingen in het groen, dus we gaan in de winter veel in het bos en op de hei voor Staatsbosbeheer. En in de zomer staan we vaak te schoffelen, maar doen we ook andere dingen voor de maatschappij van weldadigheid. Dat doen we met de groenploeg. Ja, dat klopt ook. Ja. Dat doen we ook samen met Albert, soms samenwerken. Ja, nou, soms ook tegenwerken. Ja, soms zit je tegen, soms ook niet. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. De Albert hier naast me zit. Mm-hmm. En ik wil nog een paar vragen over wat doe je precies, zeg maar, om dat hier te komen, dat je Ekeland aangenomen heb. Oh, waarom ze mij aangenomen hebben? Ze zochten iemand die mensen kon begeleiden en die ook nog bomen kon omhakken. En dat had ik allemaal, die papieren. Dus... En dat wou ik ook graag. Ik wou graag met mensen werken en gewoon ook lekker buiten bezig zijn en met bomen snoeien, zagen, ommaken. Ja. Dus dat. Buiten is ook heel erg gezond om te werken. Heel gezond. Daarom snap ik ook niet dat jij zo vaak binnen zit. Ja, soms ligt eraan wat het werk doet, zeg maar. Soms zit ik ook hier op jouw groep, hè? Ja. Yes. Oké, ik heb ook nog een paar vragen stellen vanuit je privé doen. Ja, dat mag wel. Oké. Wat doe jij precies als je eigen huis hebt? Thuis. Naast bureau Ekeland werk ik ook nog 2 dagen voor mezelf. Boomverzorging. Dus dat is ook nog wat ik doe. Oké. En daarnaast, als ik thuis ben, dan ben ik veel aan het wandelen met de hond, fietsen, ATB-routes rijden en zo. En ja, dingen die je op het huis moet doen. Hè? Het huis moet ook geschilderd worden en dat soort dingen. Dus dat doe ik ook allemaal. Dat is wel belangrijk. Ja. Dus voor de rest, ja, dat is het een beetje. Zomers varen met een bootje. Het Zuidlaardermeer, waar jij vorige week bent geweest met de Ja. Dus dat doe ik ook. Dus dat is ongeveer wat thuis. Ja. Wat doe je? Wat heb je hobby's? Wat vind jij leuk? Eigenlijk is boomverzorging mijn hobby. Dus bomen klimmen, bomen snoeien en al dat. Dus eigenlijk is dat ook een soort. Het is als hobby begonnen en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Maar het blijft mijn hobby. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ja, we hebben ook nog meer vragen van Albert. Hoe bedoel je? Heb je ook fan van even een voetbalclub? Of voetbalclubs. Nou, ik ben niet specifiek fan van een voetbalclub. Niet eentje. Meestal ben ik altijd, als jij voor Ajax bent, ben ik voor Feyenoord. Maar dat is meer omdat we dan lekker gein kunnen trappen. Dus daarom. Ja. Ik heb niet een specifieke voorkeur voor een bepaalde voetbalclub. Oké. Okay. Of het moet zijn waar mijn zoon speelt, maar die speelt bij in Zuid-Laren bij de voetbalclub. Dus daar ga ik meestal kijken. Nou ja, sinds corona niet meer, maar daarvoor wel. Oké. Okay. Wat doe jij nog meer behalve je werktijd? En ook bij je zelfwoning. Ja. Wat doe je nog meer in deze tijd? In je... Hoe zwaar heb je gehad in de coronatijd van de Ekeland? Nou, eigenlijk niet. Ik heb het alleen maar heel druk gehad. Heel druk met werken. Ik ben altijd bezig. Wij zijn eigenlijk doorgegaan de hele coronatijd. Oké. Okay. Dus de hobby's die ik heb, die zijn ook allemaal buiten. Ja. Dus wandelen, fietsen, al dat soort dingen. Dus dat ging eigenlijk allemaal gewoon door. Okay. Het enige wat niet doorgaat is gezellig even de stad in, terrasje pakken en dat soort dingen. Dus dat mis ik wel een beetje. Of als je aan het fietsen gaat, ja, dan neem je je eigen koffie mee of je gaat met de koffie to go. Ja. Ja. Dus dat is het stukje wat je wel mist. Maar ik denk dat iedereen dat wel mist. Ja. Maar voor de rest ben ik toch nog veel bezig buiten. En ook wel met vrienden. Vaak omdat we er samen gaan fietsen en zo. Dat klopt. En wandelen. Dus eigenlijk heb ik niet zoveel last van de coronatijd. Oké. Okay. Dat vind ik heel erg leuk om mij in te interviewen. Mm-hmm.
En ik hoop dat jullie gaan nog meer zien. Veel grappen. En ik, dat hoop ik ook. Ik zie je weer bij je volgende interviews. Oké. Lieve kijkers. Mm-hmm. Dat was met Albert met interview. En ook hoe het hem gaat. Oké. En ik...